Welkom bij de hoogtepunten. 258 alweer. Oeh, jammer dat het niet zo'n lekker rond getal is, hè? Ja, we hebben een fetish van Miljuska ontdekt. En verder maken we ons op voor een lekker avondje stappen. Ja, zin in. Ik val om 7:50 in slaap waarschijnlijk. Maar goed, veel plezier met de hoogtepunten. Have fun. Mattie en Marieke. Deze ochtend gaan we het hebben over schoonouders. Ik zou het wel leuk vinden als wij met z'n drieën ook even rant over onze schoonouders. Ja, ja. Ik vind het goed. Toch? Ja, hoor. Oh, jij zit klaar, Annemarie. Nee. Het blijft hier toch echt bloedheet? Of ligt het nou aan mij? Heb ik gewoon te warm gekleed? Ik zit in de voorovergang, maar het is hier alsnog warm. Heet. Oh. Met die kindherringtrui van je op standje. Ja, fucking standje hell. Standje frituur. Het is hier... ja. Maar wat heb je eronder? Niks. Oh, nou. Wordt eindelijk een leuke ochtend, Annemarie. Ja. Nou, best wel lekker. Eigenlijk best wel lekker. Een smartwatch. Nee. Ik word er zenuwachtig van. Ik heb genoeg wat smart is om me heen. Alles is tegenwoordig smart. Ik heb in principe een hekel aan zelfdenkende apparaten. Dus ik heb gewoon een ouderwets klokkie. En dat vind ik genoeg. Maar wel handig voor je 10.000 stappen. Ja, dat weet ik. Maar dat zie ik dan liever op mijn telefoon. Ik zeg maar mensen die 's morgens wakker worden en dan op een horloge gaan kijken of ze lekker geslapen hebben. Ja, ik vind het gewoon te ver gaan. Ik ben echt doorgeslagen. Nee, kijk wel in de spiegel. Kijk wel in de spiegel of ik lekker geslapen heb. Softijs kan je maar altijd voor wakker maken. Ik ben nu dus... Sommige mensen kopen van hun spaargeld een auto. Ja. En ik wil dus een softijsmachine kopen. Echt al heel lang. Ik ben iets aan het bedenken, een business, dat ik het ook op andere manieren kan inzetten. Behalve dat ik zelf thuis onder die tap zou liggen. Ga jij aan op nieuws over Tupperware? Oh, absoluut. Maak me gek aan in Tupperware. Wat is dat voor vraag? Maar de Tupperware-party is weer terug. Ze gaat failliet. Oh. Ik dacht dat ze al failliet waren. Nou, in Nederland wordt het niet meer gedaan, maar nu hebben ze dus wereldwijd. Miljuska, je hebt een voorliefde voor ronde getallen. Ja, of herhalende getallen, of iets wat bij elkaar optelt dan uiteindelijk een rond getal is. Wij lopen weer tegen een rond getal aan bij het geluid. Oh, lekker. Wat is het dan? Wat is het dan? Nou, je zou denken 35.800 euro. Het gaat niet om dat getal, het gaat om het aantal foute antwoorden dat al is gegeven. Mm. 333. 333. Oh, lekker. Ja. Mag ik even zeggen dat het een heerlijk getal is vandaag, waarde van geluid. 37 rond, maar ook 3 plus 7 is 10. En dan allemaal nullen. Heerlijk, dankjewel. Ja, Niels, jij wil iets ter sprake brengen. Jij zegt, ik wil het over een cadeau hebben dat jij mij hebt gegeven. Maar ik kan me helemaal niet herinneren dat ik jou een cadeau heb gegeven. Ja, dat is al pijnlijk aan zich eigenlijk. Ik ben vlak voor de zomer getrouwd. Ja. En jij was welkom op mijn trouwfeest. Klopt. En jullie komen aan op mijn trouwfeest. En Mattie, jij komt bij mij en je zegt... Ja, ik ging het cadeau regelen, maar er is iets tussen gekomen. Het is niet helemaal gelukt, maar je krijgt het sowieso nog. Even later denk ik, ja, wat zou ik nu gekregen hebben? Ja, zie ik gewoon een overschrijving op mijn rekeningnummer. Maar de verwachting die je schept met te zeggen, het cadeau komt nog... Een overschrijving waarin de beschrijving staat: bedankt voor het geweldige feest. Oh. Ik vroeg me af, wat is er gebeurd? Wat is dit, man? Sorry, kijk, ik wil nog even de situatie schetsen. Kijk, op een gegeven moment komt die dag dichterbij en ik denk, ja, potverdikkie, ik heb nog niks. Nou, de volgende ochtend worden wij wakker, we hebben een geweldig trouwfeest gehad. Ik dacht, ja, ik kan niet niks laten horen. Dus inderdaad, toen heb ik het rekeningnummer van Niels opgezocht. Oh. Nou, en heb ik 100 euro overgemaakt, 50? 50, je geeft mij vermogen. Oh, het is toch erger dan... Yes, ga je schamen, Mattie. Jezus, wat glim ik. Ik lijk wel fucking regenworm. Jij ook hoor, Matt. En jij ook, Annemarie. Ja. Jezus. Even door de maquillage. Ja, ik kom even een rondje doen. Ja, dat is leuk. Rondje poeier. Goedemorgen, ik ben van de visagie. Ja. Bij ons is iedereen welkom. Wit, groot, klein. Ik heb vandaag wel alleen witte poeder bij me. Oh. Zo. Komt helemaal uit Volendam. Fleur je ontzettend van op en je wordt er ook meteen lekker wakker van. Dat gewoon helemaal het gevoel... Kijk nou, haalt je helemaal op. Hé meid, miracle powder noemen we het ook wel. Fantastisch. Oh, wijfie bedankt. Ja, alsjeblieft. Hi, meneer Valk. Ja, hi. Ik heb 20 seconden. Ja, klopt, ik heb nog 20 seconden. Dus ja, er staat wel een beetje druk op de ketel. Hop, 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 hop.
Zo, net de wasstraat. Zo, klaar. Heerlijk. Ik heb het idee dat mijn hele rechterwang niet gedaan is. Je hebt ons uitgenodigd om morgenavond bij jou te komen eten. Ja. Vind ik echt super lief. Kun je nou nog eens even één keer schetsen hoe je het precies voor je ziet? Ja, ik ben helemaal excited. Ja. Oké, we gaan eerst beginnen met een walking dinner in de moestuin. Daar beginnen we met amuses van wat de tuin ons geeft. We gaan lekker daarna aan tafel zitten. Ik heb zo'n lange eettafel in de keuken staan. En dan komen er allemaal schalen op tafel, zodat iedereen kan kiezen wat hij wil. Ik twijfel nog over een paar dingen. Dus willen we echt in de wijnwereld stappen? Heb ik ook hele lekkere alcoholvrij wijnen? Of willen we meer in een soort cocktail dinner stappen? Dat we telkens een ronde andere cocktails krijgen? Of willen we helemaal gewoon van God los en een soort open bar? Mijn hemel, wat een keuze. Ja, Annemarie, ik duizel. Het duizelt helemaal bij mij. Mijn eerste reactie is C. Een open bar. Heb jij ook een Michelin-bord voor je bij je deur hangen, of niet? Daarna gaan we het allemaal verbranden tijdens dansjes. Ik ben daar ook een beetje vrolijk gespannen voor, zeg maar. Ik kan dan niet meer. Dus maar ik ga er alles aan doen om op de been te blijven. Ja, soms moeten we gewoon even over die vermoeidheid heen. En ja, als je daar overheen bent. Ik schaar me ook wel een beetje achter Matty. Want we gaan natuurlijk wel laat stappen. Nou, ja, wij zijn allebei bijna 40. Ik vind het laat. Ja, nee, maar we gaan. Het is niet nog iedere week stappen. Nee, het is één keer in de 4 jaar. En dan ben je er en dan denk je, alles op alles, ik haal het onderste uit de kan. Dus deze avond, Annemarie, ga je het dansen en chansen tot je erbij neervalt. De druk is alleen maar verhoogd. Alle mensen hebben daar bevestigd dat mijn haar scheef geknipt is. Ga ik nu terug. Ben je nou helemaal vergeven over je haar, meis? Ja, ik ben er niet blij mee. Denk ik als kappertje één taak hier. Ja, maar ja. Maar ja. Hetzelfde geldt. Je hebt het in Amsterdam laten klippen. Die liep de vloer af, hè? Dus dan heeft zij misschien weggeknipt. Binnen nu een paar minuten het laatste nieuws met Annemarie. Wat gaan we horen, Annemarie? Nou, ik acht de kans vrij groot. Ja. Dat je, ik weet niet of het voor jullie specifiek geldt, maar de mensen in het land, dat je dit jaar een verjaardag hebt. Dit jaar? Nee, dat denk ik wel, ja. Dat denk ik ook zo. Ja, ik vind dat een vrij ruime. Ik wel in ieder geval. Ik bedoelde dit weekend. Oh, dit weekend! Ja, sorry. Oh, oké. Okay. Waarom hoor je zo? Nou, ga ik eens iets heel gek zeggen. Ik durf te wedden dat jij, ik weet niet of het voor je, ik ging al mis bij het tweede woord. Een spannende weddenschap dit. Ik weet ook niet of het voor jullie geldt. Maar voor de rest van het land, ik durf te wedden dat je dit jaar een verjaardag hebt. Is het waar of niet? Ik durf hier 100 euro op te zetten. Verrek als het niet waar is. Jij hebt een verjaardag dit jaar. Oh, dat was niet goed. Toen hoorde ik mijn telefoon overgaan vanuit mijn mond. Toen werd ook Sander, mijn vriend, wakker. Toen zei ik ook, oh, kut. En toen keek ik en toen zei hij, wie belde je? Toen zei ik, Chantal Jansen. Mattie en Marieke. Q.